Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dames en heren, ik richt mij vanavond eigenlijk speciaal tot de ondernemers en inwoners in onze gemeente, omdat wij gisteravond zeer onaangenaam verrast werden door het plotselinge besluit van de Duitse en Belgische overheden om de gehele provincie Noord- en Zuid-Holland tot code rood te bestemmen. Dat is een enorme domper vandaag geweest met de bijbehorende emotie voor onze inwoners en ondernemers. En ik kan u zeggen dat we daar nog steeds beduust van zijn. Ik wil mijn waardering uitspreken voor alle ondernemers en inwoners die de afgelopen periode het veilig welkom met elkaar samen in onze gemeente tot een succes hebben gemaakt. Ik ben er trots op dat wij deze zomer heel veel gasten, heel veel recreanten een veilig welkom hebben kunnen bieden. En dat hebben we samen gedaan. Maar ik wil ook mijn steun uitspreken voor alle ondernemers en inwoners om te gaan met alle emoties en bijbehorende onzekerheid in deze moeilijke periode. We zullen samen met de taskforce, die natuurlijk onverminderd actief zijn, kijken wat mogelijk is binnen de kaders die de nationale overheid in Nederland ons meegeeft om zorg te dragen dat we het veilig welkom voor vooral onze Nederlandse gasten de komende periode kunnen vormgeven. Samen zullen we corona onder controle krijgen, maar samen zullen we ook deze periode onze gasten in de gemeente Bergen veilig welkom heten. Dank u wel.